Wink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Gilbert. Wie is Gilbert Schoofs? Ik ben woonachtig in Tunet, geboren in Beersa. Ik doe eigenlijk heel mijn leven eigenlijk al binnen bezig met beelden. Van glazen vaan al. Ook qua opleiding? Qua opleiding heb ik het in de avondschool gedaan gehad. Dat is begin jaren 90 heb ik het dus... eind jaren 80, in 88, ben ik eigenlijk nagekomen met fotografie in de jeugdhuis. Ja. Jeugdhuis Trefpunt was toen in Stationstraat. Ja. En die hadden nog een tiende man nodig. Ja. Hè? En ze hadden me negen, dus een docent te kunnen krijgen. Ja, ja, op die manier. Ja. En op die manier. En, ja. En ik vond dat wel heel interessant, want ik was heel mijn leven al bezig met tekenen, met kleien, met iets in mijn kinderen vullen, met beelden te maken. Eigenlijk heel mijn leven eigenlijk al. Ja. En fotografie maakt het voor mij eigenlijk allemaal veel gemakkelijker eigenlijk voor mijn beelden, dat ik zeg, dat ik dingen toch iets of wat te laten, werkelijkheid laten worden. Ja. Plus om bijvoorbeeld reuse te tekenen. Te zitten tekenen voor een beeld is nu even, boom, klaar. Toen was dat gegeven, nu is dat dit in. Ja, ja. Je hebt nu een expositie in de kunstgalerij Mare. Ja. Wie is Gilbert Schoofs de jongen, ondertussen de man? Wie is Gilbert Schoofs de fotograaf? De kunstfotograaf? Eigenlijk, vuile kunstfotograaf ben ik nog altijd zelfs gebleven als vroeger, want ik maak nog altijd dezelfde beelden. Ik heb nog altijd dezelfde beelden die ik vroeger had, alleen maak ik ze nu. Ik heb nu wel het voordeel dat ik de technische know-how heb voor de beelden te kunnen maken, voor het eigenlijk alles vlot te laten verlopen. Ja, maar je kiest wel voor kunstfotografie, hè? Het is niet de vrijblijvende, het is nooit niet vrijblijvend, maar het is wel speciaal, zou ik zeggen. Ja, het is omdat ik eigenlijk, het zijn mijn gedachten, het zijn mijn beelden die ik in mijn hoofd heb zitten, dat ben ik. Want in principe zijn al die beelden zelfportretten van mijn eigen. Ja, in de meest waanzinnige vorm eigenlijk. Hè. Het is, mensen zouden denken van, dat is totaal niet waar, want ik zie hem er niet in staan. Ja. Maar het is eigenlijk psychologisch bedoeld. Het zegt iets van uzelf op het moment dat je heel die aansenering doet. Hè? Ja. Ja. Want het is allemaal idee. Het is ook allemaal heel sterk, ik heb me daar al op voorhand verteld, heel sterk geaanseneerd. Ja, want in scène gezet. Alles in scène gezet. Hè. Dus zelf beelden waar je denkt van, zoals van de kerk van Arendon, dat toevallig is. Nee, want dat beeld had ik al in gedachten. Ja, gedachten. En gewoon op dat moment viel alle domino-stenen, alle puzzelstukjes in elkaar. En ik zeg van... Kon en in gedachten, moet ik dat letterlijk nemen in de zin van en die compositie, en die belichting, en dat detail? Ja. Ja. Dus ik teken dus, hè, dus bijvoorbeeld als ik een gedachte heb, ik schrijf dat op. Ja, juist, ik heb dat dus bijvoorbeeld een woord, bijvoorbeeld, hè, Michael bijvoorbeeld. En dan begin ik daar beelden bij te verzinnen en ik schrijf die beelden op in tekst. In tekst, ja. In tekst. Dan begin ik te tekenen. Hè, dan teken ik alles uit. Hè, en als ik dan visueel getekend beeld heb, of de dingen een reeks heb, of de beelden heb, dan begin ik zaken te zoeken, situaties te zoeken die daar tot het beeld kunnen komen. Ja. Dan begint het te vertalen naar setting, belichting, linking, etcetera. Accessoires, al of niet? Accessoires, etcetera. En ook een manier van werken, hoe dat allemaal in elkaar moet steken. Dus het complete draaiboek maken. Ja. Eigenlijk was dat een reclamefotografie. Ja. Was in de reclamewereld. Ja, ja. Wordt ook zo gewerkt. Is er een thema? Ik bedoel, je zegt wel, het zijn vaak allemaal zelfportretten. Is dat het thema? Of werk je soms thematisch? Ik voel me goedgezind. Goedgezind wordt het thema. Ik voel me depressief. Depressief is het thema. Ik zeg maar iets. Dat kan eventueel. Het is meer dat ik net gezegd heb, een woord. En dan begin ik op dat woord. Ja. Dat woord is eigenlijk dat thema. De expositie bijvoorbeeld is niet opgevat rond een thema. Het zijn allemaal, zelfportretten of... Het zijn eigenlijk beelden die ik de laatste 3 jaar gecreëerd heb. Tot echt hem laten worden, want het is een aantal... die reeks die achter ons is met de 4 bloemen, die is eigenlijk al 12 jaar geleden ontstaan. Oh, ja. En ik schrijf alles in mijn boekjes. Ik heb altijd mijn boekje bij, ik heb altijd dingen bij waar ik opschrijf en dingen en teken. Je zegt 12 jaar geleden. Zouden die foto's nu op een andere manier maken of zouden het nog altijd op dezelfde manier doen als 12 jaar geleden?
ik kan die foto's niet meer opnieuw maken. Niet meer opnieuw maken. Als ik ze één keer gemaakt heb... Door de techniciteit of die zetten we kop? Die zijn af. Ik kan ze niet meer maken. Goed. Dus als ik ze opgehangen heb, ze zijn geëxposeerd, kan ik niet meer in die richting verder werken. Ja. Dat is... Dan moet je tegen mij zeggen van, kunnen nog zoiets maken in die trant of in die... Dat lukt me niet. Ik heb het geprobeerd, maar het lukt me niet. Ik kan mijn eigen niet inzetten. Niet meer inzetten voor dat terug te laten oproepen, dat gevoel. Want dat gevoel is op dat moment, is dat... Je kunt dat vergelijken met een alfabet. Ja, vertel. Dus van A tot en met Z. Dus A is het idee, Z is het exposeren. En vanaf eigenlijk... de Y, denk ik, dat? De vierde les van dingen. Dus, je moet zelf ook De 22e stap, ja. Ik zal het zo zeggen, de 22e stap, dan pas komt de camera in beeld. Ja, okay. Ja, ja. Dan pas komt de camera in beeld. Ah, ja. Lang proces, maar het is bij elke plaats, die komt dan pas in beeld. Dan komt pas de camera in beeld. Dus het fototoestel zelf, voor het effectief in op foto te laten werken. Tegen mij hebben ze ook al gezegd had van, waarom doe je dat op fotografie? Deze, omdat dit met mij persoonlijk de gemakkelijkste manier is voor mijn beelden echt te laten worden. Wat suggereren de mensen dan? Teken het? Of? Ja, als ze zeggen van, je tekent dat al. En af en toe doe ik maar pogingen tot te schilderen, voor de dingen wat bij te krijgen. Is niet goed genoeg, vind ik. Voor te laten spreken. Fotografie is uw medium dat dichtst bij uw initiële gedachten aankomt. Ja. We gaan ons eens verplaatsen in de bezoeker hier. Hè. Wat wilde de bezoeker vertellen? Wat moet de bezoeker zien in uw foto's? Of wat wilde bereiken? Eigenlijk de mensen te laten zien wat ik doe. Ja. Wat ik doe is eigenlijk... compleet, momenteel, in de hedendaagse fotografie, not done. Zoals ze zeggen, in de fotografie, terwijl dat het eigenlijk al... En wat bedoelde, qua onderwerp of de manier waarop je werkt? De manier hoe dat ik werk en het onderwerp. Ah, ja. Alle twee. Als je dus nu ziet, ik heb boeken thuis liggen van fotografie, van juist na de oorlog, jaren 40, 50, 60, weer dit soort fotografie frequent gedaan. Mm-hmm. Eigenlijk feitelijk raak ik aan... raak ik eigenlijk een oude techniek terug op. En als ik kijk, ik ben nou bitter weinig fotograaf waar ik nu toe kijk. Ik kijk meer naar de schilderkunst, de abstracte schilderkunst. Zoals Picasso, Chagall, Kandinsky, Mondrian, abstract. Figuratief ook naar een Rembrandt of naar dingen. Dat zijn dan situaties. En... ik maak zelf muziek, een groot gedeelte voor mezelf. Ja. En als ik dan, maar ik wil daar mezelf mee emotioneren. Laat het zo open. En degene die het luisteren, moeten het ook. Het moeten mensen raken. Wil je dat zelf ook in uw? Want dat is voor mij zo'n beetje een definitie van kunst. Het moet welke emotie dan ook opwekken. Het mag nooit niet vrijblijvend zijn. Dat is ook zo. Bij mij zijn twee typen mensen. Je hebt rechtlijnige mensen en je hebt mensen die dat dus zigzag denken. Uh-huh. Mensen die dat zigzag denken, dat zijn mensen die dat je kunt raken. Mensen die dat rechtlijnig denken, die gaan niet buiten lopen. Die gaan niet. Die gaan zeggen, waar is hij mee bezig? Waar is hij mee bezig? En ik zie ik bijvoorbeeld, dat is dat. Die denken niet verder dan hetgeen wat dat ze zien. Want het is niet gemakkelijk, hè? Het is moeilijk. Allee, het is niet gemakkelijk. Het vraagt toch wel een beetje energie en tijd om in uw werk binnen te stappen, hè? Zijn er niet mee eens? Ja, daar ben ik toch gedeeltelijk mee eens. Maar mij is dat een andere kijk, het zijn mijn eigen werken. Maak een grapje, als jij tegen mij zegt, het zijn allemaal zelfportretten, dan denk ik dat sommige mensen, als je dat tegen andere mensen zou zeggen, moeten we ons zorgen maken over Gilbert Schoofs. Maar als je dan verder kijkt in beelden en je durft verder kijken en je durft je fantasie te laten gebruiken, want dat is wel hetgeen is van dat bij mijn beelden wel belangrijk is, dat je dus fantasie wilt laten gebruiken
verder kijken dan hetgeen wat je ziet. Het is dat niet kan een zelfportret. Het is niet het item dat je ziet dat belangrijk is, ja. Met hetgeen wat het uitbeeldt, het gevoel. Kan het een zelfportret worden van degene die er staat te kijken? Helemaal. Ja. Kan het een spiegel zijn? Ja. Oké, okay, dan heb ik het toch een beetje begrepen dan. Want het feit is, bij abstracte kunst is het zo, ook bij schilderkunst, ook bij beeldhouwkunst en fotografie, dat is nou algemeen dat ik nu zeg, ja. Is het zo dat je dus als je naar abstracte kunst kijkt, elke toeschouwer ziet het anders. Ja. En in mijn definitie is, elke toeschouwer heeft gelijk. Als een toeschouwer dat ziet, is het daar. Dat voelt, is het daar. Is het dit, is het daar. Het is geen iets van een denkwagen van, ben je dan niet gefrustreerd dat het niet mijn idee is? Ja. Ik zeg nee. Want die beelden hebben voor mij een persoonlijke betekenis, dat mij echt persoonlijk is. Ik zeg van, dat blijft ook bij mij, dat deel ik met niemand niet. Mm. En dan is dat, boom. Laten we eens een praktijkvoorbeeldje pakken. We gaan er niet naartoe stappen, we willen blijven staan. Daar, onze vriend. De clown. Ja. Welke Gilbert Schoofs is dat? Ik zal het niet hebben over de mijne. Hè? Welke Gilbert Schoofs is dat? Ik ga zeggen, het is geen clown. Het is geen... Goed staan? Ah, het is geen clown. Ja. Het is... Allemaal wel. Het is dubbel. Ja, vertel, vertel. Je wilt niet vertellen? Nee. Nee, maar toch het is privé. Oké. Want dan ga ik weer op maan. Maar ik mag er een clown in zien? Ja, je mag er zeker een vaste clown in zien. En ik mag er echt, hè? Je kunt er van alles in zien. Het is niet people, de clown, hè? Ja, maar probeer eens te denken in gevoelens. Man. Wat zit er in gevoelens? Tristesse. Een stuk tristesse. Omdat... Maar dat vind ik wel een beetje een thema in uw werk. En dat vind ik een heel leuk thema, want ik doe dat zelf ook bij mijn muziek, melancholie. Mm-hmm. Zitten we bij de melancholie daar? Mm-hmm. Ja, wat zie ik daar nog in? Ik weet niet wat het symboliek is. Die zwarte vlekken, om het zo oneerbiedig te noemen. En wat zie ik hier daar nog? Je hebt daar de neus die daar aan hangen, wat vlekkerig is. Je hebt het oog, wat dat met dat kruis is, wat dat van toch een beetje de clown is. De clown is happy. Ja. En je moet daarvoor zorgen dat de meeste clowns die zijn van binnen zijn die interest. Ja. Dus maar hier laat de clown zijn een klein beetje zien van dat het toch niet echt gelukkig is. Ja, maar toch, hij probeert. Hij probeert. Maar hij raakt er niet. Nee. Oké. Vraagt wel wat tijd om al uw fotowerk zo op die manier te gaan voor uzelf. Want je zegt veilig, ik wil het niet echt ontleden ook altijd. Nee. Je moet het zelf... Je moet het zelf zoeken, zelf vinden. Je moet het zelf ontleden, ja. Je moet het zelf ontleden. En dat is ook de kracht, ook mijn bedoeling ook, van dat je zelf op ontdekking gaat. Want dan wordt het werk eigen. Het is niet commercieel, hè? Nee. Dat is misschien, dat was ik net aan het denken toen je vertelde na de oorlog, dat werk, die periode was waarschijnlijk ook commercieel, waardoor het gestorven is. Voilà. Ja. Okay. Maar het is wel mijn type van beelden waar ik mijn eigen goed in voel, wat ik zeg van, dat is... Hoe zijn die hier terecht gekomen? Hebben de mensen van de galerij u gecontacteerd? Nee. Ik kwam hier voorbij en ik had net een expositie gedaan in de veranda. Ja. Ja. En dat was denk ik 4 jaar geleden. En ik kwam hier binnen, ik zeg van, ik wou een keer contact hebben met de professionele kunstwereld. Ja. Kunstgalerij aan Teunau, dichtbij, van. En ik zag hier allemaal kleur hangen, geen zwart-wit. Ja, toch, dat kan niet, dan moeten we iets aan veranderen. Nee. Waar wil je als kunstfotograaf nog naartoe? Eind september, van 29 september. Ik bedoel in uw werk, hè? In mijn werk, in mijn werk. Nee, niet specifiek qua tentoonstellingen. In mijn werk wil ik verder blijven doen zoals ik nu bezig ben. Ja. Dus mijn eigen beelden blijven creëren. Dat is nog ontgonnen terrein. Ja, dus bij mij is nog veel deze, gewoon echt mijn eigen ideeën, mijn eigen beelden, mijn eigen fantasie, voor dat te laten. Ja. En dat is bij mij, ik hou er niet van bijvoorbeeld,
van gewoon een beeldje te maken van een brug zonder iets, zonder daar. Het zou wel kunnen, hè? Het zou wel kunnen. Ja, het zou wel kunnen. Waarom moet de Bink komen kijken naar uw tentoonstelling? Allee, hij moet niet. Maar hij waarom zou een Bink naar uw tentoonstelling moeten komen kijken? Ten eerste omdat dit eigenlijk compleet uit de band springt. Mm-hmm. Qua fotografie toch, en qua kunst. Het is abstracte kunst, het is totaal iets anders. Ik hoop dat het ook mensen inspireert tot kijken, nadenken, ja, voelen. Verder durven te kijken of willen kijken in een wagen. Mm. Naar een wagen durven te kijken. Hoe lang kunnen de mensen nog terecht hier voor jou? Tot en met 22 april. Ja. Dus op verschillende dagen, en ze kunnen natuurlijk ook op hun eigen website of ook op ik de website. Geen website. Ja, ik heb op de website van Art Gallery staan de openingsuren. Ja. Oké, laatste vraag. Zit er op dit moment een beeld in uw kop? Ja. Kun je er iets over zeggen? Nee. Nee. Wanneer gaan we dat beeld zien? Is dat 2 jaar later? Is dat 3 jaar later? Ik zal zeggen, bij mij gemiddeld van A tot en met 6 is 2 à 3 jaar. Oké, dan komen we terug. Ja. Merci. Oké, bedankt. Bink TV. Internettelevisie op zijn turnouts.